Yo guys, Jeroen hier van Overcoming Obstacles. In dit filmpje introduceren we de zomereditie 2024 van de Combi Challenges. Dat zijn 8 verschillende challenges die uitgezet zijn in onze banen. En door middel van die challenges kun jij je progressie meten. We gaan ze allemaal weer belangs. En ik had nog gehoord van de lente-editie trouwens. Dat 1 tot en met 7 was wel aardig, maar 8 voelde als 10. Dus die was behoorlijk zwaar. Ik beloof dat 8 deze editie ietsjes minder zwaar wordt, maar nog steeds een hele mooie pittige uitdaging. Ga eerst naar nummer 1. Check it out. Alright, challenge nummer 1. Je start bij één van de netten in beide banen. En de uitdaging is simpel. Klim over alle netten heen. Dat zijn er 4 in baan Alpha en 1 in baan Bravo. Dus de ene kant erop, andere kant eraf. 1 kleine extra opdracht. Boven het grote net moet je de allerhoogste balk in de baan even aangetikt hebben. Nou, volgens mij is het idee duidelijk. We gaan door naar challenge nummer 2. Oké, challenge nummer 2. Die start in Bravo vak 3, hier bij de kaasplankjes, oftewel de stapdeuren. Je klimt via de kaasplankjes opzij. Dan ga je opzij via het schot naar de lage balk. Vervolgens klim je de M-hindernis. Dus via de touwen naar het zwevende balkje. En je wil bovenop het daknet eindigen. Je klimt een klein stukje omhoog en halverwege het daknet klim je via de zijkant naar de onderkant en laat je je langzaam zakken naar de grond. Nice, door naar nummer 3. Challenge 3 start in baan Alpha onder het daknet. Via het inklimtouw klim je omhoog en tik je de bovenste balk aan. Dan klim je onder het daknet door richting vak 10. Je klimt over het daknet heen. Daarna klim je 5 meter stapschotels. Vervolgens ga je over de lage balk opzij. Klim je 10 meter Postman's Walk weer terug. En als laatste nog 5 meter hoekapenhang. En als je de laatste balk aangetikt hebt, dan ben je klaar. Nou, er zit echt van alles wat in. Succes! Challenge nummer 4 begint weer in Bravo. Hier vooraan bij vak 1. Je klimt 10 meter via de apenhang. Dan halverwege bij het verticale touw moet je omhoog klimmen en over de balk heen kijken. Je hoeft geen swing over te maken dus. Daarna ga je nog 5 meter door via de apenhang totdat je het schot kunt aantikken. Dan stap je uit en vervolgens maak je 2 verschillende lage swingovers en 2 verschillende hoge swingovers hier in vak 3 en 4. Oké, challenge nummer 5. Je hebt best wel wat vrijheid bij deze challenge. Je moet namelijk 4 keer baan Alpha over dwars klimmen. En je mag niet 2 keer dezelfde vakken gebruiken. Uiteraard moet je door het midden van het vak klimmen, dus de rustbalken mag je daarbij niet gebruiken. Je begint steeds met je voeten voor het denkbeeldige lijntje tussen de palen en je eindigt weer met je voeten aan de overkant van de baan achter het denkbeeldige lijntje tussen de palen. Nice, succes! Oké, challenge nummer 6. Die start achteraan baan Alpha aan de achterkant van vak 16. Je klimt via het inklimtouw omhoog en je maakt een swingover via de buitenkant van de balk. Vervolgens zonder de grond te raken klim je door in de ringen en in de monkey bars. Op de rustbalk mag je even rusten. Dan klim je 5 meter apang en je gaat over de laatste balk. Je gaat via de tarzanzwaai door naar de lage balk. De tarzanzwaai mag alvast klaar liggen op de grond. Zodra je op de lage balk bent, ben je klaar met deel 1. Dan mag je wandelen naar vak 7 in baan Alpha. En daar maak je 3 verschillende hoge swingovers. En je mag zelf kiezen welke. Dat kan bijvoorbeeld zijn de brandweerslang. Uiteraard de jeugd hoeft alleen maar kin boven de balk. Alright, nog 2 te gaan. Oké, challenge 7. Starten achteraan vak 8 van baan Alpha. Via de dunne lianen ga je opzij en let erop, je mag niet het dubbele touw pakken, dus je moet een enkel liaantje pakken. Vervolgens via de triangels naar de rustbalk. Je klimt onder de rustbalk door via de schuine apang omhoog. Op het grote net draaien. Daar maak je een hoge swing over via het touw. Maar let op, je moet je voetklem maken met je chocoladebeen. Oftewel, je niet-voorkeurskant. Je klimt aan de achterkant van het net. Klein stukje naar beneden. Vervolgens klim je 10 meter triangels heen. En via het gele touw 10 meter aaphang terug. Je draait weer op het net. Het verticale net mag je niet gebruiken. Bovenop het net maak je weer een swing over met je chocoladebeen. Vervolgens keer je weer om. En klim je 20 meter apenhang door naar het begin van baan Alpha. En alleen de laatste balk moet je overheen. Hij is lang, hij is pittig. Ik ben benieuwd, ik ga de timer aanzetten. Dan kunnen we ook echt even kijken hoe pittig die is. Oh, die is wel heftig. 3 minuten 10. Dus
ik had iets rustiger aan kunnen doen. Even kalm aan en dan gaan we 8 proberen. Oké, de laatste combi challenge nummer 8. Die start, zoals heel veel andere challenges, vooraan baan alfa. We klimmen 10 meter korte touwtjes, maar bij deze challenge mag je de rustpaaltjes in het midden gebruiken. Vervolgens moet je 10 meter enteren aan het boventouw. Daarbij mag je de lianen niet gebruiken, behalve de middelste. Dat is de enige die je mag gebruiken. Vervolgens mag je het verticale net niet gebruiken. Je gaat via de totempaal onder het balkje door en aan de andere kant omhoog. Daar enter je 5 meter onder het net, dus alleen de armen gebruiken. Je mag doorklimmen naar de lianen, 5 meter lianen, tot aan de rustbalk. Vanaf daar enter je 5 meter aan de kartbandjes. Het touw mag je gebruiken. En je moet in één keer door naar de lianen, dus de volgende rustbalk daar mag je niet gebruiken. Je klimt 5 meter lianen en je maakt een swing over de laatste balk. Dan ben je klaar met deel 1. Er zit nog een klein toetje achteraan, namelijk alle 7 touwswingovers in het swingoverlaantje. 2 minuten 20, nou nog swingoverlaantje. .56. Hij is nog steeds pittig, iets minder moeilijk dan de vorige, maar goed kapot. Succes met oefenen. Nou, daar waren ze dus weer, de challenges van de zomereditie. Ga ze lekker oefenen. We maken ruimte in de training om af en toe deze challenges te oefenen. En mocht je nou denken, joh, die 6, die 7, die 8 of die zwaardere challenges gaat me echt nooit lukken. Knip ze dan op in kleinere stukjes en ga juist die losse onderdelen oefenen. We hebben bewust bepaalde hindernissen erin gedaan, bepaalde overgangen die je misschien normaal niet zou klimmen. Dus op deze manier dwingen we je een beetje om tijdens die training toch die technieken te oefenen. Zie je binnenkort op de training. Succes ermee. Ciao!